De volgende dag vlogen de noten als vanzelf eruit. Het ging zo goed dat ik moest oppassen dat mijn rockmusical niet te commercieel zou worden. Ja? Mooie harde muziek, mijn heer de Vries. Ja. Mooie harde muziek. Ja, ja. Wordt het helemaal op de hoogste muziek. Ja, 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 dat zal. Ja, ja. Pechmek, Mamouk. Kan ik even... Ja, nou, kom dan maar even binnen. Ja, goed, goed. Ik ga even naar de deur. Nou, even dan maar. Ik heb een liedje bij mij van mijn broer, mijn Edebie. Misschien dat u wil horen, daar zingt hij op. Eén nummertje, dus vindt u goed? Ik ben nou net zelf bezig. Jazeker, mijn Edebie. Heel graag als u even wilt luisteren. Goh, wat is het ook van binnen. Een mooie huis, mijn heer de Bie. Het is geen klein bier. Dit is dat liedje? Jawel, meneer de Bie. Dit is uw broer? Dit is mijn broer. Ik heb ook een foto van mijn broer bij mij, meneer de Bie. Ja. Dit is mijn broer. En dat liedje is het liedje van de loopjongen. Dat is... Ishtia Kusjaruska. Dus de loopjongen die vraagt aan de meester: meester, zijn mijn handen gemaakt voor arbeid of voor kunst? En waar is de liefde? En waarheen is de heimwee, meester? En is de dood voor mij bestemd? En dat meester? Mag niet. Nee, want hij stelt vragen aan de meester, mijn heer de Bie. Oh, ja. En dus zeggen de generaals, je mag helemaal geen vragen stellen aan de meester. Ja, neemt u mij niet kwalijk als ik... Hier emotioneel over geraakt. Begrijp ik. Maar wat zou ik kunnen doen? Nou, meneer Debbie, ik dacht als u in uw mooie programma... gewoon wat aandacht eraan zou willen besteden aan deze dingen in Turkije. Dat de mensen dat een beetje wakker worden geschud. Maar meneer Pamuk, ons programma is in de eerste plaats komisch. Komisch voor het programma. Te lachen. Ja. Dus ik zou de zaak Turkije kunnen aankaarten bij de VPRO. Dat zou heel fijn zijn, mijn heer de Bie, want mijn broer zit nu in de gevangenis. Al een jaar. Hij heeft niet een advocaat mogen spreken, mijn heer de Bie. Hij heeft niet zijn familieleden mogen zien. Wij weten niet eens hoeveel jaar gevangenis hij krijgt. Wordt dat 5 jaar gevangenis, 12 jaar gevangenis, 8 jaar gevangenis? Dat gaat allemaal zonder enige vorm van rechtsgeldige processen, mijn heer de Bie. 1 jaar in de gevangenis voor het zingen van een liedje. Het klonk mij ongeloofwaardig in de oren. Maar de volgende dag was ik meneer Pamuk's droevige verhaal eigenlijk alweer vergeten. Want ik vierde mijn verjaardag. Dames en heren, mag ik u een hele hartelijke voortzetting wensen van datgene feestelijks wat er hier aan de hand is. Oh, meneer de Bie, heeft u mij niet kwalijk. Ik kwam alleen slechts nog wat bladeren brengen voor uw mooie programma. Wat
informatie. Jawel, mijn heer de Wien. Ja. Ik ga daar meteen weer vandoor. Oh, sorry hoor, het is voor mijn werk even. Nee. Hey? Kom dan maar even verder. Sorry, even voor informatie. Gaat u zitten? Ja. Jawel, mijn heer de Wien. Ja. Drinkt u wat? Mijn heer de Bie, ik heb geen dorst hoor, dank u vriendelijk. Maar, als ik zo brutaal mag zijn, ik zie daar een schaaltje met rozijnwieltjes. Gaat u gaan. Mag ik een rozijnwieltje? Dat is een tijd geleden dat ik een rozijnwieltje heb gegeten. Goh, mijn heer de Bie, dat was mij anders ook wat met uw prachtige Elfstedentocht. Deze heroïsche wedstrijd op de schaats over een afstand van maar liefst 200 kilometer. Ja. Te beginnen in Leeuwarden. Ja. Lindehoven. Komen ze dan op de gladde ijzers door Lindehoven? Hindenlopen. Nee, Hindenlopen? Dat, wordt niet in de afsteek. Hindenlopen. Maar toch wel Balzwart, mijn heer de Bie. Balzwart. Bolzwart, nee, dat, dat hoort ook niet in het rijtje thuis. Balzwart? Nee. Balzwart? Balzwart, ja. Nou, in elk geval doen de helden van het ijs ook aan de gemeente Sneek. Ja. Sneek? Nee. Het zijn er 11, hè? Het zijn er 11.